Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik vind het erg leuk om elke avond tegenover jullie te zitten met Bezette Stad in de hand. Want daarom zijn we hier, het leesatelier Bezette Stad, aflevering 5, Eenzame Stad. Oké, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, ik heb het net ook al bij de voorintro gezegd. Het wordt een soort stamcafé. Ik vind het erg leuk om elke avond tegenover jullie te zitten met Bezette Stad in de hand. Want daarom zijn we hier, het leesatelier Bezette Stad, aflevering 5. We zitten aan het begin nog steeds van het boek. Begin ook van de oorlog die Paul van Ostaaien verwerkt in zijn dichtbundel Bezette Stad. Maar we zitten zo langzamerhand, zijn we wel gevorderd. Gisteren hebben we het gedicht Verlaten Forten gelezen en hebben we ook al stilgestaan bij het feit dat Van Ostaaien eigenlijk al een soort van eerste pauzemoment in zijn bundel heeft aangebracht. Er is een houtsnede tussen de gedichten geplaatst. Die houtsnede hebben we ook al een beetje geïnterpreteerd. Hè. Dat leek wel een soort geabstraheerd beeld van de forten, van een aantal forten rond de stad. En nu komen we eigenlijk in het tweede gedicht dat na die korte pauze plaatsvindt. Eenzame Stad. En dat gedicht, daar hebben we twee mensen voor gevraagd ook weer, om daar een hedendaagse artistieke interpretatie van te geven. En die twee mensen die ziet, tenminste die staan bij mij boven in mijn beeld, dat kan bij u weer anders zijn, maar dat zijn Maxim Garcia Diaz, die gaat nu haar hand opsteken als het goed is. Kijk, daar hebben we Maxim. En Anke Verschuren gaat ook haar hand opsteken. Ja, daar is Anke. Dit zijn de mensen die aan de slag gaan met het gedicht Eenzame Stad. Anke is zelfs, je stond even stil met je twee handen in de lucht. Eenzame Stad is op dit moment het kortste gedicht dat we zijn tegengekomen in Bezette Stad. Misschien niet in het aantal pagina's, want het gedicht van gisteren besloeg ook 2 pagina's, maar dat had toch nog wat meer woorden dan dit gedicht. Hè. Eenzame Stad, we hebben het net even geteld, 24 woorden lang, waarvan slechts 18 unieke woorden. Dus we gaan eens kijken of we daar, net als gisteren, ook weer een vol uur mee kunnen doorbrengen. En we gaan proberen om het binnen het uur te houden vandaag. Dezelfde spelregels. Als je iets wil zeggen, dan ben je daar zeer toe uitgenodigd. Steek dan even je hand op. Ik ga zoveel mogelijk proberen om dat ook te zien, maar de ervaring leert dat ik dat niet altijd zie. En daarvoor is Willem aanwezig. En Willem, die steekt misschien ook even zijn hand op. Dat is Willem. Willem, die zal ingrijpen op het moment dat ik een hand mis. Dus dan zul je door je audio horen, Matthijs, je hebt een hand gemist. En dan kom ik naar je toe. Dus geen zorgen als ik heel even niet zou reageren. Laat het dus zeker weten als je iets wil opmerken over het gedicht. Dat is de afgelopen dagen ook heel goed bevallen. Ik ga eraan beginnen. Ik ga de eerste bladzijde van het gedicht ga ik niet 1 keer, maar 2 keer voorlezen. En u zult straks wel horen waarom. Eenzame stad. Nacht. Stad. Straat stil, slechts wind, gierende gek, hoe hoe. Of, hoe hoe, gierende gek, wind, slechts, stil, straat, stad, nacht. Soms als je voorleest, dan moet je kiezen. Ik dacht vandaag, ik ga niet kiezen. Ik doe het gewoon allebei. En ik denk dat het ook de manier is om dit gedicht te lezen. Minstens 2 keer. Waarschijnlijk vaker dan dat. Maar minstens 2 keer. 1 keer van beneden naar boven. En 1 keer van boven naar beneden. En eigenlijk maak je dan ook 2 keer een andere reis mee. Je krijgt eigenlijk de reis van een objectief beeld
naar een subjectief beeld of andersom? De reis van een subjectief beeld naar een objectief beeld. Dus we gaan ofwel van de objectieve vaststelling dat we in een nacht zijn, dat het donker is, dat het nacht is. En waar zijn we dan? In de stad? Of specifieker nog, in een straat? Het is stil. Of misschien niet helemaal. We horen slechts wind. En als we daar dan nog een kwalificatie aan moeten toevoegen, dan zou je kunnen zeggen dat het lijkt op een gierende gek die hoe hoe schreeuwt. Of andersom, hoe hoe, dat kan dezelfde imitatie van die wind zijn, maar het kan natuurlijk ook twee keer het vraagwoord zijn. Hoe? Hoe, hoe? Nou, bijvoorbeeld als een gierende gek, maar ook dat kun je nog vragend stellen. Is het een gierende gek? Een beetje in de trant van, is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee, het is Superman. Is het een gierende gek? Wind. Slechts. Het is stil. Het is een straat. We zijn in de stad. En het is nacht. Dus we kunnen diezelfde reis twee keer maken. Eén keer van objectiviteit naar subjectiviteit en één keer andersom. Misschien al een eerste moment om jullie de kans te geven om daar misschien nog een andere manier van lezen aan toe te voegen. Zijn er mensen die nog een andere manier hebben gevonden om dit, de eerste helft van dit gedicht te lezen? Evelien, ga ik even kijken. Ja. Nou, ik vroeg me af dat hoe hoe. Zou dat ook in verband te brengen zijn met iemand is koekoek? Ja. Dus dat meer zo. Ik weet niet of dat een uitdrukking is, want je weet natuurlijk, in verschillende talen kan het op verschillende manieren worden uitgedrukt, meer onomatopee-achtig. Ja. Wat denk je? Ik vind het helemaal geen gekke suggestie, hoor. In eerste instantie denk ik echt aan het gieren van de wind, het huilen van de wind door de straten. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan een uil bijvoorbeeld, het roepen van een uil. Maar je zou inderdaad ook kunnen denken aan een soort van, want het zit wel in een logische opbouw. Je gaat van het meest algemene wat je kunt opmerken over de situatie waar we in zijn, naar iets heel erg subjectiefs, een kwalificatie van wat er aan de hand is. En dus kan het ook slaan op die gek. Stel dat de conclusie inderdaad echt is, er is niet alleen wind, maar er is hier ook een gierende gek die door de straten loopt. En dan, daar zouden we dan de conclusie aan kunnen verbinden. Koekoek, die is helemaal gek. Ik vind het is zeker mogelijk. Ik denk niet dat het de meest voor de hand liggende lezing is. Ik zou het toch eerder in de klanknabootsing zoeken. Maar dat is het mooie. Van Ostaaie heeft op een aantal plekken in Bezette Stad heeft hij wat wel skeletgedichten is genoemd, geschreven. Gedichten die niet zozeer een heel verhaal vertellen, wat natuurlijk op andere momenten in Bezette Stad wel gebeurt. Eigenlijk de gedichten die hieraan vooraf gaan, dat zijn allemaal gedichten waar heel veel informatie in staat, heel veel beelden die ook direct verwijzen naar de werkelijkheid van toen. En dat gebeurt hier maar mondjesmaat. Alles wat we hier te horen krijgen, dat is eigenlijk vrij abstract en algemeen. De stad wordt niet geïdentificeerd. Terwijl eerder uit allerlei elementen in die stad bleek dat het Antwerpen was. Maar dat wordt niet meer gekwalificeerd. Het is een stad. Het is in een zekere nacht is het in een stad, in een straat is het stil. En Van Ostaaie die heeft daar ook wel over geschreven. Maar misschien eerst even de concrete situatie waarin we ons dan toch zouden kunnen bevinden. Want we zitten natuurlijk wel in een verhaal. Dus dit gedicht op zich is heel erg
bijna abstract. Maar we zitten wel in een verhaal waarin we eigenlijk tot nu toe heel veel informatie hebben gekregen over wanneer het is en waar het is. Dus we zitten in Antwerpen, we zitten aan het begin van de bezetting. En aan het begin van die bezetting hebben we ook gezien in het gedicht van gisteren dat de Duitsers dus zijn binnengekomen. De Duitsers ook echt als nieuwe machthebbers zijn binnengekomen in de stad en verordeningen beginnen uit te vaardigen. En een van die eerste verordeningen die zij uitvaardigen, dat is dus de avondklok. Dus op het moment dat Antwerpen werd beschoten, waren er al allerlei regels van kracht om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld door verlichting het niet de Duitsers heel erg gemakkelijk werd gemaakt om heel veel verwoesting aan te brengen in de stad. Dus er waren regels voor de verduistering. Je mocht geen licht op straat maken, maar dus ook geen licht in huis dat naar de straat toe ging. En dat wordt gehandhaafd door de Duitsers en er komt nog een extra verordening bij. Er komt namelijk een avondklok. En dus die avondklok die maakt dat mensen vanaf 9 uur 's avonds verplicht waren om thuis te blijven. Dus het was, er stond een hoge boete op als je na 9 uur nog op straat kwam. Ook wel interessant om te weten is dat 9 uur Duitse tijd was. En de Duitse tijd, dat is eigenlijk onze tijd van nu. We hebben sinds de Eerste Wereldoorlog hebben wij de Duitse tijd overgenomen. Maar de tijd die in België van kracht was aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, was nog de Engelse tijd. Dat is nog een uur later. Dus die avondklok, de Duitse avondklok, die voelde aan als 8 uur. En tijdens de hele Eerste Wereldoorlog zijn er ook mensen geweest, eigenlijk heel veel mensen geweest, die eigenlijk gewoon hebben geweigerd om hun uurwerk een uur terug te zetten. Dus was eigenlijk een soort van daad van verzet als je je klok nog op de oude tijd had staan. En als je aankondigingen ziet van evenementen die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden georganiseerd, dan stond er ook altijd op hoe laat het begon. En dan stond er tussen haakjes achter TU, en dat betekende torenuur. Dat was dus de tijd die werd aangegeven op de Onze Lieve Vrouwentoren. Dus dat uur, dat was het officiële uur, dat was het Duitse uur. En dat uur werd dan aangehouden om toch een centraal referentiepunt te hebben, want dat was er dus eigenlijk niet meer. Heel veel mensen hadden gewoon nog de oude tijd bij zich. Maar dit verhaal vertelt Van Ostaaien natuurlijk niet. Dit is een van de verhalen die je zou kunnen ophangen aan het staketsel wat Van Ostaaien hier geeft. En dat staketsel, dus de woorden in afzondering, daar heeft Van Ostaaien ook wel het een en ander over gezegd. In 1921 kreeg hij bijvoorbeeld een kritiek te verwerken, dat is eigenlijk wel hoe het ging, van een goede vriend van hem, van Jos Leonard. Jos Leonard, de tekenaar en de schilder. En Jos Leonard die zei zo van, het is allemaal wel, ik laat nog even iemand binnen, een laatkomer. En Jos Leonard die zei, het is allemaal wel goed en wel, maar, wacht even, we hebben hier Louis. Hallo Louis. En zwaaide jij net Maarten of wil je iets zeggen? Ja, je zwaaide. Oké. Dan ga ik door. Dus in 1921, nadat het boek was verschenen, kreeg Van Ostaaien een kritiek van Jos Leonard te verwerken. En Jos Leonard was eigenlijk een hele goede vriend. Was ook een hele oude vriend van Ostaaien. Het was iemand met wie hij nog in de klas had gezeten op de lagere school. Maar Jos Leonard die had allerlei problemen met bezette stad. Hij vond het namelijk op sommige punten te simpel. Hij vond het te kaal ook. Hij vond dat het te weinig poëzie was. In een soort van oude opvatting van wat poëzie zou moeten zijn. En hij uitte in die recensie dus eigenlijk zijn algemene teleurstelling in wat Van Ostaaien had gemaakt van die ervaring van de Eerste Wereldoorlog die ook op Leonard zo'n enorme indruk had gemaakt. En dat moest je natuurlijk niet doen bij Van Ostaaien, want als je kritiek op hem had, dan wist Van Ostaaien wel te verwoorden waarom hij toch precies zo had moeten doen als dat hij het had gedaan. En dat heeft hij dan ook gedaan in
Een prachtige tekst die heet Een open brief aan Jos Leonard. Dat is dus ook echt in de vorm van een open brief geschreven, maar wel typisch in de stijl die Van Ostaaien hanteerde, met name als die boos was. Hè, Van Ostaaien, als die boos is, die formuleert nog hoekiger en nog, met nog minder woorden. Maar hij heeft het hier, in de passage die ik graag zou willen voorlezen, heeft hij het over wat het effect is van de woorden in hun afzondering en van de woorden met heel veel ruimte eromheen. Dat leek me wel gepast om juist bij deze bladzijde voor te lezen. Dus ik lees even een klein stukje uit die open brief van Jos Leonard. Het geschreven woord is, in zover geschreven, gedacht. Hoofdzaak is het bewuste een vorm geven, dewelke het onderbewuste in trilling brengen kan. Streven het ogenblik zo rein mogelijk, eenzijdig en zelfstandig, niet met anderen gesummeerd, in de tijd te bewaren. Mogelijk maken het doorleven van een nieuw ogenblik, wezen het dan ook met het vroegere niet identisch, maar parallel. Wat voor de dichter reeds dood is, want bewust, kan de lezer nog treffen in het onderbewuste, of aantreffen. Het gaat erom een vorm te vinden dewelke de kwaliteit van het subconsciënte affect van het gesproken woord in het bewust geschrevene enigermate redt. Ik zeg natuurlijk enigermate. Trouwens is de dichter een verloren mens. De dichter is verloren omdat hij weet om de noodzakelijke alteratie van het gesproken woord. Probleem blijft slechts de lezer. De ritmische typografie beproeft te zijn deze reddende vorm. Beproeft, wellicht met barbaarse middelen, de lezer aan het affect van het woord te herinneren. Boven de knieschijf slaan, opdat de patiënt reflex bewegen. Nochtans komt in het boek Bezette Stad ook ritmische typografie voor uit zuivere, subconsciënte ritmische noodzakelijkheid. Training en bewustzijn zijn weer stof waardoor het onderbewuste zich herschept. In de meeste gevallen komen wij dan weer op het zuivere poëtische terug. Het handwerk wordt één met de poëzie zelf. De bewuste verklaringen zijn, goddank, slechts epifenomeen. Nou, dit is allemaal redelijk cryptisch, maar dan komt het de aap uit de mouw. De lezer attent maken op de meer dan journalistische betekenis van het woord. Op de stam, de klinker, de medeklinker, het interval, het zwijgen, het ademhalen, het spilwoord, aantrekkingskern waar rond de atomen zich groeperen, kristallisatie, de spanning van het oppervlakkige woord tot het dimensieloze, contrapunt, Frère Jacques. En ook wanneer de lezer onaandachtig is, dit is zijn goed recht, hem malgré lui herinnering, affect, reine elementen die reacties uitlokken, toewerpen, zodat zich een residu vormt. Ik zei al, als je Van Ostaaien boos maakte, dan kreeg je dit over je heen. Dan kreeg je bozige teksten over je heen, die ook nog eens een keer heel erg dens geformuleerd waren. Maar vooral die laatste alinea, de lezer attent maken op de meer dan journalistieke betekenis van het woord, dat is iets wat heel erg belangrijk is sowieso in Bezette Stad. En misschien wel met enige nadruk in dit gedicht, en zeker deze eerste pagina van dit gedicht. Want Van Ostaaien gaat er eigenlijk vanuit dat het verhaal wat hij vertelt voor een heel groot deel tot stand komt, ja, in wat hij noemt, hè, in de ruimte, in de intervallen, in het wit. Hè, als hij alleen maar dat woordje stad schrijft, en natuurlijk in combinatie met straat en stil en slechts, hè, al die S-klanken die in de eerste drie gevallen ook nog worden gevolgd door een T, en in het vierde eigenlijk ook nog, hè, die slechts, daar komt die T ook weer terug. Die klankopeenvolging en de woorden die door die klanken worden opgeroepen, maar in hun afzondering een heel beeld moeten oproepen, ja, dat is wat Van Ostaaien wil teweegbrengen met die poëzie. Dit is
de manier waarop hij de woorden wil laten werken en blijkbaar wil laten inwerken op het onderbewuste bij de lezer. Hè. Dus die lezer die wordt hier eigenlijk aan het werk gezet en die wordt ook uitgenodigd om uit zijn ervaringen, die hij niet meer allemaal helemaal paraat heeft, maar uit zijn ervaringen die hij zelf dus ook heeft gehad, een gevoel op te diepen. Hè. Dat gevoel dat moet bestaan bij het woord, is voor Van Ostaaien heel erg belangrijk. Hè? In deze tekst zegt hij eigenlijk bijna met zoveel woorden dat dat de poëzie is. Hè? Het gevoel dat opgeroepen wordt bij die in afzondering opererende woorden. Is dat iets wat hogere hocus pocus is voor jullie, of kunnen jullie daar wel iets bij voorstellen? Evelien? Daar ben ik weer. Ja, tegelijkertijd is het dus ook nodig om gier en de gek wel bij elkaar te houden. Daar geen afzondering te hebben. Dus dat je niet, als je van beneden naar boven leest, wint, gierende, gek. Waarbij gek een adjectief zou kunnen zijn. Dus er wordt als leeswijze meegegeven dat het hier om een zelfstandig naamwoord gaat. Ja, nou inderdaad. Waarschijnlijk zijn er momenten dat Van Ostaaien toch echt wel heel graag wil dat je precies weet wat hij bedoelt, hè? Of precies voelt wat hij bedoelt. Ja. Het wordt niet overal helemaal opengelaten, dat is absoluut zo. En hoe lees je dan? Ik zit nog een beetje met die gek dan. Die zou ik dan direct in verband brengen met die wind. Dus dat die wind de gierende gek is. Zo lees ik het ook. Ja. Had jij nog iets anders overwogen, of niet? Nou ja, als je hem andersom leest, van boven naar beneden, wordt dat misschien lastiger. Maar misschien dat de anderen daar ook andere ideeën over hebben. Dat gaan we zo vragen. Zoals ik hem voorlas, was het een soort van vraag. Hè? Je hoort hoe, en dan vraag je af, is het een gierende gek? Wind slechts. Hè? Dat is de keuze die ik had gedaan. Gaia, ik zag een potlood in de lucht. Is dat ook? En bij Otto ook. Ja, oh, oké. Okay. Gaia, als je wil. Kan ik? Ja. Ik vroeg me af of hij hem kan lezen vanuit het midden. Omdat hij optisch eigenlijk vanuit het midden van de pagina vertrekt. En eigenlijk tussen stil en slechts in twee richtingen splitst. Oh, ja. En dat er eigenlijk twee gedachten die alle twee kunnen werken. Zoals stilstraat, stad, nacht. Slechts wind, gierende gek, hoe. En hoe zou je hem dan... zou je dan niet beginnen bij slechts, maar wel... Ik denk dat je ook dat weer kan kiezen, omdat het tegelijkertijd speelt met dat je normaal gezien bovenaan een pagina begint en naar onder leest, maar eigenlijk normaal gezien rechts begint en naar links leest. En door het omgekeerd te doen, ben je min of meer geneigd om vanuit het midden te vertrekken en krijg je bijna een soort rotorbeweging en kan je kiezen of dat je onderlangs of bovenlangs vertrekt, denk ik. Nou, ik denk als Van Osta hier had gezeten als rechter, dan had hij je groot gelijk gegeven om dat zo te doen. En anders ook wellicht. Ja, en anders ook wellicht, ja. Even kijken, Otto. Hallo? Ja. Het sluit eigenlijk aan op wat Gaia zei. Ik vind ook, als je dit ziet, de pagina zo als eerste, dan valt je oog eerst op slechts. Want dat staat echt in het midden en zo. En... wat mij dus wel opvalt als, wat ik zei, dit is een muzikaal gedicht. Hij heeft evenveel aandacht voor de betekenis van woorden als voor de plek waar klinkers en medeklinkers zich vormen in je mond bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk, als je zanger bent of zo, is dat iets wat heel erg meespeelt. Bijvoorbeeld in liedteksten zou het woord slechts echt nooit voorkomen, want het is echt het moeilijkste woord om uit te spreken. Dus het is zeg maar klank, esthetisch gezien, is het bijna spectaculair hoe lelijk dat woord is. Slechts. Want je gaat zeg maar, je gaat van voor je mond, van de sisklank voor, slecht, ga je helemaal naar achter in je keel, en dan moet je weer helemaal terug naar voor je mond. Slecht. Snap je? En dan nog die T, die moet ook nog tussendoor. Ja. Dus het is echt, dus zeg maar, slechts is een van de
slechtste woorden die je kunt woorden kiezen. Om te zingen. Ja, de meest vreselijkste woorden om te zingen. Maar dat vind ik dus ook wel mooi. Hij heeft het hier natuurlijk over die negatieve sfeer. En de angst en zo. En dat vind ik dus best wel knap. Het woord zelf, slecht, heeft al een... Ja, is eigenlijk... Het enige wat je erover kan zeggen is dat het negatief is. Het is altijd, het kan heel veel betekenen of in correlatie negatief. En dan is het ook nog een... echt een negatief woord om uit te spreken. En dat voor mij brengt het weer bij die stilte, zeg maar. Het is een soort onuitsprekelijk woord ook, in de fysieke zin of zo. Dat vind ik zo gaaf aan dit ook. Ik had vanmiddag ook, omdat het zo weinig tekst is, hè, dus je oog valt inderdaad in het midden van de pagina en dat is dan slechts. Ik had dus vanmiddag ook ineens de associatie zo van, het is maar slechts. Het is slechts zoveel woorden. Het is niet meer dan alleen dat staketsel dat hier wordt gegeven. Volgens mij zag ik ook nog een hand bij Lien. Klopt dat? Ja, wat ik heel leuk vind eigenlijk aan dit gedicht, en meer zo dan de andere, is net hoe associatief het is. Ik denk dat hij echt gewoon een heel dun potloodlijn wilt zetten. En daarin... Een beperkte richting wil geven. En zoals Gaia zegt, kan dat elke richting zijn. Maar elk woord roept heel veel verschillende associaties op. Zelfs ook het gierende gek is dan misschien nog net iets meer gedefinieerd. Maar ook wat ik toch met een verlaten, stille stad associeer. Als je dan iemand tegenkomt in die stad, de kans dat het een gierende gek is, is ook wel groot, denk ik. Want het zijn alleen gekken die dan zich nog op straat wagen onder een avondklok. Of toch mensen met een zekere... een zekere... brazie of die autoriteit gemakkelijk naast zich neer kunnen leggen. En ja, ik weet het niet. Dat valt mij heel erg op. Ook omdat iedereen zoveel verschillende associaties meteen maakt bij elk woord en bij de structuur en bij... Ja, nee, ik had eigenlijk ook datzelfde gevoel. Ik weet niet, een aantal van jullie zullen misschien ook de intro hebben gezien of het introductiefilmpje dat ik heb gemaakt bij het leesatelier Bezette Stad. Dat was eigenlijk een beetje geïnspireerd op dit gedicht. Ik ben hier eigenlijk gewoon 's nachts op straat gaan filmen. En in de eerste paar keer dat ik dat probeerde, was de straat eigenlijk nog niet eens leeg genoeg. En zelfs nu, als je gaat kijken, dan zie je op een gegeven moment nog net een fietser wegschieten. En iedere keer als er zoiets gebeurde, dan dacht ik ook van, ja, kijk, daar heb je die gierende gek. En dus dat is een beetje... Hebben jullie sowieso ervaringen nu op straat, 's nachts, in de lockdown-situatie? Niemand, iedereen blijft thuis. Oh ja, maar Maxime gaat wel of 's nachts op zijn pad. Ja, zeg maar. Nee, dat is het juist. Dat toen ik het gedicht voor het eerst las, of tenminste toen ik het laatst weer las, toen besefte ik dat er iets geks is met het lezen. Het voelt soort van gek nu, omdat juist, ik kom nu juist niet 's nachts op straat. Of überhaupt 's avonds. Zelden. Maar, en daarnaast ook, als ik wel in de stad kom overdag, voelt die niet eenzaam, maar juist veel te vol. Te vol, omdat je eigenlijk zou vermoeden dat er veel, veel minder mensen op straat zouden zijn. Ja, of omdat de mensen die op straat zijn allemaal ineens heel gevaarlijk lijken. Ja. Ik kom bij jou, Anke, want ik heb jouw hand gezien. maar je zei net verlaten stad, hè? Dat woordje eenzame stad, of die term eenzame stad, lees je het als jij bent eenzaam in de stad? Of lees je het, kun je het ook lezen als de stad zelf is eenzaam? Dat is wel een goede vraag, ik weet het niet. Maar ik las het waarschijnlijk als dat de stad leeg is.
leeg voelt. Maar als ik het zo betrek op onze huidige situatie, dan zijn er heel veel manieren om over die eenzaamheid na te denken. En dat, ja, dat mensen op straat ook niet per se een gebrek aan eenzaamheid betekent. Maar ik weet niet zo goed. Dat is wel een mooie vraag. Anke. Ja, ik wou iets zeggen, omdat ik woon in de Kempen, in echt een verlaten dorp. Helemaal in een gehucht, dus helemaal niet in de bezette of besmette stad. Maar hier is het eigenlijk zo dat zo op de... ik woon dan ook nog eens tussen de velden in een doodlopende straat. Dus hier is superveel mensen de hele tijd aan het wandelen, veel meer dan anders. Maar in het centrum van het zelfs geen dorp eigenlijk, het gehucht, waar wel zo één grote baan is, daar lijkt het overdag nacht, want daar komen geen auto's. En ik was een lange wandeling gaan maken en ik had mijn opnameapparaat bij en ik kon gewoon in het midden van een straat met twee rijstroken, gewoon echt voor 10 minuten wandelen, zonder dat er een auto kwam. En dan heb ik zo het geluid opgenomen van hoe het klinkt om te dansen op een lege straat. En dan zei een van mijn zussen was daarbij en die zeiden direct, dat kun je toch 's nachts altijd. En dan dacht ik, dat is zo gek, omdat dat nu zo speciaal lijkt, maar dat is ook zo natuurlijk, hè. Ja. Ja. Ja, nou, niet overal, hè. Want ik ben hier echt speciaal op straat gaan filmen, omdat dat normaal gesproken echt niet kan. Dus hier zie je altijd wel verkeer, ook 's nachts. Maar nu kon ik echt gewoon kwartier lang heen en weer lopen tussen twee trams in, hè. Dus die trams, die rijden nog wel. Maar voor de rest was er heel weinig. Hier en daar een gierende gek, maar dat is het dan. Gaia, zag ik jou nog een keer een hand opsteken? Ja, een van de dingen die mij hier heel erg opvalt, normaal gezien doe ik heel vaak 's avonds wel avondwandelingen en soms zelfs best laat. En hoe later dat je wandelt, want dit is een redelijk woonwijk, dus behalve nog af en toe een paar zelfde studenten, is er hier sowieso later op de avond weinig beweging. Maar het is wel een ander soort leegte en een ander soort stilte als je nu 's nachts op straat bent. Het heeft nu op een of andere manier iets legers. En het is ook altijd een beetje eerie, wat het anders niet is, want anders is het gewoon leeg en af en toe kruis je iemand en dat is het dan. En wat ik ook heel vreemd vind, is dat het, ik dacht eraan omdat je zei van, is eenzame stad de stad die eenzaam is of ben je het zelf? Het is nu in zekere zin ook veel meer een stad vol eenzamen. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat alle mensen die je kruist, dat je die altijd per één kruist. Want bijna iedereen die je tegenkomt, loopt per één, wat eigenlijk iets heel onnatuurlijks is. Ja, zeker. Waar ik net ook nog aan moest denken is... Anne, ik heb je gezien. Is dat Van Nostey natuurlijk ook in wat hij in die theoretische tekst zegt... Hè, over woorden in hun afzondering... en dat ze dan moeten inwerken op het onderbewuste van de mensen... en dus moeten appelleren aan ervaringen die daar nog zitten... is dat Van Nostey natuurlijk appelleert naar een ervaring die gedeeld is. Hè? Hij verwijst eigenlijk naar mensen die ook die oorlog hebben meegemaakt. En eigenlijk zijn wij dus nu 100 jaar later voor het eerst weer echt in staat om het gedicht te lezen, omdat we nu zoiets meemaken dat weliswaar niet helemaal hetzelfde is, maar toch een beetje erop lijkt. Anne. Ja, dat is eigenlijk ook hetgene wat ik wou zeggen. Want als ik de bundel vroeger las, dan dacht ik, oh ja, mooi gedaan. Je kunt het van boven naar beneden en omgekeerd lezen. Heel leuk. Maar jij vroeg me toen om deze pagina te delen, op de Facebookpagina. En dan las ik het nog eens echt opnieuw in deze quarantaine. En dat raakte mij ineens enorm hard. En ik vond dat ook vanwege nog andere elementen. Ik vind ook die titel, we laten die een klein beetje nu buiten beschouwing met betrekking tot het gedicht. Maar het is super eenzaam. Het gedicht, ik voelde mij eenzaam, ik voelde dat alles rondom mij heel eenzaam werd.
En wat ik ook heel knap vind, is hij appelleert inderdaad naar een gedeelde ervaring, maar hij appelleert ook naar wat hij al eerder heeft geschreven. Want als je dan van beneden naar boven leest, dan moest ik ook wel denken aan de stappen van een eenzame in die straat, iemand die er alleen loopt. En je hebt in de eerdere gedichten ook vaak het stappen. En hoe dat een soort, hoe dat die wind eigenlijk bijna ook een levend wezen wordt. Dat vond ik ook bijvoorbeeld bij, bij Chaco, dat die pit eigenlijk bijna een subject wordt die een stomme gil slaakt. Dus hij appelleert, vind ik ook wel echt, naar eerdere gedichten in Bezette Stad. En dat raakt mij ineens veel harder dan het ooit tevoren had gedaan. Ik vind het nu ineens, is dat een van mijn lievelingsgedichten in Bezette Stad. Door de quarantaine. Hoe lezen we eigenlijk die, want het is een trappetje, ofwel een trap naar boven ofwel een trap naar beneden. Hoe lezen jullie dat eigenlijk? Is er iemand die die bedenking heeft gemaakt? Ja, Peter heeft dat gedaan. Volgens mij kun je... nee, het is nog niet... Oh, ja. Ik lees het... ik kan Bezette Stad een moeilijke stop zetten. Ik lees het altijd in één stroom door. Dus ik zie eenzame stad ook als een trap naar de holle haven. Zoals je verwees naar die avondklok, die Eerste Wereldoorlog. Ik heb dingen gelezen over de sfeer in die tijd. Die bedrijvigheid was weg, de schepen lagen stil. Dus het is een ideale plek voor de personificatie van de wind om huis te houden in die stad, want er zijn geen tegenobjecten. Dus de wind is de baas En dat heb je ook met de volgende pagina, dan de regen, die dan personificatie, en dan de haven. Dus ik zie het allemaal als een cascade van het ene in het ander. Ja, misschien is dat een mooie, heb je een mooie, laten we het geen bruggetje, maar trap noemen, naar de volgende pagina gemaakt. Inderdaad, hè. Als je inderdaad als die trap, als je die doortrekt, dan kom je ongeveer op de hoogte ook van de eerste paar regels van de tweede pagina. Hè? Dus dan kom je als bij nacht, stad, straat, stil, slechts, wind, gierende gek, hoe, kom je eigenlijk als vanzelf bij c'est la pluie qui tombe à fine goutte, c'est la pluie. Eerst maar eens... kijk, Armand heeft daar gelijk al iets. Ja, ik heb gisteren reeds even gesproken in verband met regen en pluie met het gedicht van Verlaine. Maar nu wil ik toch even, als dat mogelijk is, aangezien wij allemaal denk ik geïnteresseerd zijn in poëzie in het algemeen, een gedicht van een Fransman, ook weer. Een Fransman die eigenlijk een tijdgenoot was van Poe. Hij was 4 jaar jonger, geboren in 1900. Hij was in zijn jeugd een communist, een filmliefhebber. Hij schreef scenario's, hij was een populair dichter. Hij schreef burlesque. Hij speelde met woorden. En hij was ook een anti-militarist. Nu, jullie weten waarschijnlijk al over wie ik het heb. Zijn gedicht gaat ook over een stad. Het gaat niet over Antwerpen. Het gaat over een havenstad. Het gaat over Brest. En het gaat niet over het einde. Het werd geschreven 1946, juist na het einde van de Tweede Wereldoorlog. En Brest werd vreselijk verwoest door bombardementen. En het gedicht is natuurlijk van Jacques Prévert, Barbara, dat jullie waarschijnlijk allemaal kennen.
Maar ik wil er toch even, ik ga het niet helemaal voorlezen, maar het gaat dus een gedicht over Jacques Prévert, die denkt dat hij een vrouw heeft ontmoet, die heet Barbara. Hij heeft nooit met haar gesproken, maar hij kent haar naam, omdat haar naam geroepen werd door haar liefhebber in de regen. En zij kwam naar haar liefhebber toe. De eerste lijnen gaan zo. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante, sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest. En dan gaat het gedicht verder tot op het heden. Nu, dat was een herinnering. Ô Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus parmi, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil, terrain terrible et désolé. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, Brest dont il ne reste rien. Dankjewel. Oh, hier gaat het niet zozeer om, het gaat dus ook wel om wind, maar ook wel om wolken. Maar ja. Ik dacht dat de parallelen tussen die herinnering in de regen, en Paul eindigt ook met regen, en die herinnering aan die vernielde stad, ik dacht dat het een parallel kan zijn. Ja, absoluut. Het is zelfs een hele mooie echo van wat we hier hebben. Misschien ga ik het nog even illustreren met iets anders, want dit is eigenlijk een citaat. Hè? Want je zou kunnen zeggen, dat is de mijmering van Van Ostaaien over de herinnering die hij heeft aan zo'n eenzame nacht. Maar Van Ostaaien die plakt eigenlijk aan die herinnering, aan die eenzame nacht, plakt hij eigenlijk een citaat vast uit een liedje. Maar heel vaak in Bezette Stad verwijst Van Ostaaien naar bestaande teksten uit zijn hoofd. Dus hij heeft het niet helemaal goed geciteerd. Maar ik ga heel even mijn microfoon bij de luidspreker houden. Dan kunnen jullie luisteren naar het liedje Musique de la pluie. In de jaren 40, aan het eind van de jaren 40, populair gemaakt door Luis Marciano. Of Marciano, dit was een Spanjaard eigenlijk, een Bask. Maar dat liedje is duidelijk veel ouder, want het is precies het liedje waar Van Ostaaien naar verwijst.
Ik zie gelijk een paar. Ja, ik ga even naar Albert. Oh, ja. Ja, Matthijs, ik ben blij dat je het over dat liedje had, want ik heb dezelfde ervaring. Ik was gaan googlen, ik dacht, Van Osta, je moet ergens iets uit een liedje citeren, zoals hij dat vaak doet in bezette stad. Dus ik googelde, C'est la pluie qui tombe, enzovoort. En dan kwam ik automatisch op dat lied van Luis Mariano, hè, die Spaanse tenor. En dan vond ik het zo mooi, als Mariano zei, qui tombe goutte à goutte, qui tombe doucement, dat je precies diezelfde zachte sfeer hebt in hoe Van Osta het zegt. He, dus, qui tombe af in goutte, doet zo onmiddellijk denken aan ja, de malse, zachte regen. Ja. En dan vond ik het ook sterk in contrast staan met de regen in het vorige gedicht. Ja. Dus in dat, onze verlaten forte, waar die regen alles tot modder maakt en met dat bloed zich vermengt en zo, het vieze regen is. En hier als mooi tegengewicht een zachte, malse regen. Nu, als geheel, ik wou nog iets zeggen over hoe ik het geheel ervaar. Voor mij zit het heel mooi een verschuiving in van zintuiglijke ervaringen. Want ik lees het van onder naar boven, niet omgekeerd. En dan is het zo net, of eerst komt het visuele aan bod. We hadden het vroeger over vogelperspectief. Die nachtelijke stad waarop ingezoomd wordt, de straat. En dan verschuift dat naar het auditieve, de auditieve ervaring, de stilte. Waarin dan toch de wind als een gierende gek tekeer gaat. En dan met die regen, ik voel dat als een verschuiving naar ja, het sensitieve. Ik denk maar, als je in de zachte regen loopt en je kijkt naar boven en je voelt de druppeltjes op je gezicht naar beneden rollen, dat is een heel sensitief gevoel. Ja. Die verschuiving van zintuiglijke waarneming zit er voor mij mooi in. Ja, het interessante is ook als je de tekst van het liedje bekijkt. Want je gaat er nu eigenlijk vanuit. Je hebt inderdaad een fysieke ervaring die dan. Ik vind het heel mooi, mooi uitgedrukt. Maar je gaat er eigenlijk wel vanuit van ja, het is eenzaam, het is nacht, je bent alleen, het is een grote stad, het is misschien gevaar. Hè, gieren gekken door de stad. En als er dan de regen wordt, ter sprake wordt gebracht, dan zit je toch eigenlijk ook weer gelijk in een negatief kader. Maar als je de tekst van het liedje bekijkt, dan is de regen eigenlijk datgene wat de wereld mooi maakt. Dat citeert Van Osta natuurlijk niet. Maar dat is wel hoe dat liedje in elkaar zit. Hè? In het liedje krijg je allemaal voorbeelden van de regen, dat zijn de parels op de daken en dat soort van. Dat is wat de bladeren groen maakt. Allemaal dat soort van vergelijkingen zitten in dat liedje. De mensen die het liedje zullen hebben gekend destijds, die zullen dat misschien nog hebben geweten. Maar Van Osta citeert het natuurlijk niet. Maarten, zag ik bij jou een hand? Wacht even, Maarten, we horen je niet. Nu wel? Nu wel eens. Ja. Was het echt zo'n soort liedje dat in het gemeenschappelijke bewustzijn zat? En wat voor waarde had het? Was het meer iets van een smart lab of meer iets van een... wat was de... Ik ben er nog niet helemaal achter hoe dit liedje in de Eerste Wereldoorlog bekend is geraakt. Want dit liedje is pas echt op deze manier bekend geraakt na de Tweede Wereldoorlog. Maar het ligt er zo dichtbij dat het dit liedje moet zijn. Dus het moet een ouder lied zijn geweest. Maar heel vaak waren het liedjes, dat zie je ook in vorige gedichten, zijn het heel vaak liedjes die uit revues komen of andere soort van theatervoorstellingen, operettes, dat soort dingen. Dat waren blijkbaar liedjes die heel gemakkelijk ook in het geheugen bleven hangen. Je had toen het ook een levendige handel in bladmuziek. Hè? Dus je kon die liedjes ook kopen. Met de noten erbij en dan kon je dat thuis zelf spelen. Dus op die manier zijn die liedjes nog het meeste verspreid. Maar ik heb dus niet heel veel concrete informatie over dit liedje in die tijd, want dit is al een latere opname.
Maxime, Armand, ik heb je hand ook gezien hoor, ik kom straks bij jou. Maxime, heel even. Nou ja, wat je zei het over dat in het liedje de regen zo positief wordt afgeschilderd. En ik vind dat dat hier ook best in het gedicht zo is, toch? Dat hij die fijne druppeltjes, dat is toch soort van... Ja, ja, inderdaad, fijne druppeltjes, ja. En ook omdat het zo met zo'n trap oploopt naar een soort climax. Dus je leest het eigenlijk sowieso al in positieve context. Nou, het voelt als een soort zachte ja. Afloop. Ja, ja, en dat is... Dit liedje, zo, toen je het liet... het doet me denken aan zo'n soort dystopische film waarin mensen zo over zijn gebleven met één verroeste radio, wat maar één, zeg maar, heel typisch ouderwets liedje draait. Ook omdat die bij mij een beetje ging glitchen, de audio. Oh ja, ja, ja. Dat vond ik wel grappig. Ja, ja, nee, het is, misschien lees ik het ook wel gewoon te negatief. Armand, je had nog een bedenking. Ja, ik wil dadelijk ook. Ik wilde enkel zeggen dat ik dat liedje ook in mijn jeugd gehoord heb natuurlijk. Maar ik bedoel niet dat ik dat gehoord heb na de Eerste Wereldoorlog. Zo nee. Oud ben ik nu ook wel niet, maar dus na de Tweede. Maar dus het maakte mij wel 40 jaar jonger dat nu nog eens te horen. Ik zag je inderdaad enthousiast meedeinen op het liedje. Ja, ja, ja. Otto. Ja, ik had eigenlijk een korte aanvulling op wat Maxime net zei. Want zij ja, ze refereerde dus naar dat hij eigenlijk dat het deed denken aan die filmische techniek. Hè, dat je bijvoorbeeld, weet je wat Tarantino in het absurde heeft doorgevoerd, weet je wel? Dat je dan een martelscène hebt met een heel vrolijk liedje. Yeah, yeah. Of de scène in de horror, in een horrorfilm waar je dan zo'n kinderliedje op de achtergrond hoort. En dat is natuurlijk een techniek van contrast. En dat is denk ik hier ook gaande. De contrast van de zachtheid, de lieflijkheid van de druppeltjes. Die zelf ook, die woorden beginnen ook een beetje te druppelen, typografisch. Ja. Maar het is natuurlijk een contrast tegen de gruwelijke, tegen de dreigende situatie zo. Ja. Maar dus dat is misschien, hij gebruikt het hier ook echt zoals die filmische techniek waar we nu aan denken wordt gebruikt. Maar wat ik wel interessant vind, gebruikt hij wel filmische techniek avant la lettre. Ja. Want ik kan me niet voorstellen dat er een film is in 2020 die dat complexe spel al speelt. Nee, sowieso kan het niet, omdat er geen geluidsfilm was nog. Maar, ja, precies. Maar, maar je, nee, maar dat is het leuke bij Van Ostaay. Hè? Het gedicht van gisteren. Was het gedicht van gisteren? Nee, van eergisteren. Het gedicht van eergisteren. Dat was helemaal vanuit vogelvlucht. Hè? Dus alsof de camera aan een vliegtuig werd gehangen. Wat technisch misschien wel kon, maar nog niet heel vaak gebeurd was. Dus Van Ostaay die dacht heel erg na over wat zou je eventueel kunnen doen met die nieuwe technieken die zich aandienen. Maar hij dacht natuurlijk allemaal heel veel verder dan wat er op dat moment eigenlijk mogelijk was. Even kijken, dat is sowieso een... Heeft er Han hand nog gestoken en Anke? Wie was de eerste die je zei? Anne Blommaert. Anne. Gaan we eerst naar Anne en dan naar Anke. Ja, het is eigenlijk allemaal inderdaad al gezegd. Van Ostaay als regisseur die zijn eigen filmscore eigenlijk verzorgt. En ik sluit me heel erg aan bij Maxime ook, dat hij mij ook echt doet denken aan de apocalyptische gevoel van een vrolijk liedje tegen een erg grimmige achtergrond. En dat is een supersterk beeld. En dat hij daarbij toch ook nog wel eens even alleen de droevige regels citeert. Ja. Waardoor dat je eventjes niet meer weet waaraan en waaraf. Maar alles is inderdaad al wel gezegd. Dus heel tof. Ja, heel mooi. En dan komen we bij Anke. Ja, ik wou nog iets zeggen, omdat ik ook bij die zinnetjes van die regen ook mij superhard aansluit bij Maxime en ook dat gevoel had. En tegelijk zit daar voor mij ook iets een beetje zo berustend. Allee, niet berustend, maar zo het gevoel van zo een soort even begrepen te worden of zo. Of in die regen dan een soort bondgenoot te zien. En
het gezelschap gewoon. Het gezelschap van de regen. Want dat kan ook... Ja. Ja. Ja, inderdaad. Dat mag toevoegen. Ja. Ja, geweldig. Ik sta echt te kijken van het feit dat we dit gedicht met die 24 woorden, dat we daar nu al meer dan een uur... Ja, dit is dan een kleine voorinleiding dat dit dan de twee, of drie eigenlijk, want ik geloof dat ik nog eentje zag, de drie laatste zijn. En dan gaan we nog even naar de kunstenaars. Peter, andersom. Ik moet jou... Ja, zeg maar. Heel kort, maar vreemd voor mij is dat deze gedichten, zoals Eenzame Stad, voor mij net het persoonlijkste zijn. Dat ik hier het dichtst bij de dichter van Ostaaier zelf kom. Het was een nachtraaf. En door de keuze van die liedjes, later ook met Sur les ponts de Paris, lorsque descend, ik bedoel, vreemd genoeg vind ik, kom ik hier het dichtst bij ja, een soort ontmoeting met de dichter zelf. Ja. Ik weet niet hoe de anderen dat aanvoelen. Ik vind dit heel persoonlijke gedichten. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Even kijken. Ja, Albert? Ik wou nog even terugkomen op dat liedje van de regen. Waar ik moest aan denken toen ik het las, was een liedje van jullie Nederlanders, Toon Hermans. Hè? Die grote Toon Hermans. En die heeft een liedje... Heb je het al gelezen van de regen? Hmm. En dat wel even het begin lezen. Heb je het al gelezen van de regen? De regen heeft de eerste prijs gekregen omdat hij zo mooi zingen kan. En dan op het einde gaat het, weet je wat zo mooi is? Weet je wat zo mooi is? In elke druppel zit een beetje zon. In elke druppel zit een beetje zon. Dus ik vond ja, die lichtheid in dat, een beetje sentimentele wel, maar een lichtheid, dat zachte, in dat liedje van Toon Hermans, vond ik ook heel mooi passen bij dat regendruppeltjes van Ostaaier en bij die van Luis Mariano. Ja. Geweldige associatie, dankjewel. Volgens mij zag ik bij, ik kan uw naam, ja precies. Ik heb, wacht hè, als het goed is. Ja, nu kunt u. Ik ben Hilde. Dag Hilde. Ja, ik wou gewoon heel kort zeggen dat, het, dat dit gedicht voor mij heel erg een synchroniciteit met zich meebrengt. De eenzame stad, hoe ik ons Gent hier ervaar. En de regen, vanmorgen regende. Na zoveel dagen was er hier regen. En yeah. In een WhatsApp-groepje met vrienden hadden we het erover. Van, ja, het regent, het is iets anders. En ik vind het zo mooi hoe al die dingen ook gewoon gebeuren in werkelijkheid. Dus ik vind, het is de eerste keer dat ik deelneem aan deze groep. Maar ik vind het heel mooi, de synchroniciteit van dit alles. En de, ja, al die mooie associaties ook, het leuke liedje erbij. Dus, dankjewel. Ja, graag gedaan. En dat is natuurlijk ook waar we voor een deel naar op zoek zijn. Hè? In besmette stad gaan we een soort pendant maken van bezette stad. Wat me gelijk bij Maxime en Anke terugbrengt. Ja, jullie staan nu straks voor de opgave hè, om hier een hedendaagse equivalent van te maken. Of in ieder geval om je te laten inspireren door het gedicht van Ostaaier en om je eigen kijk op ja, die vreemde tijd waar we nu ineens middenin zitten, daarvan te maken. Zijn er zoal eerste ideeën die bij jullie zijn opgekomen die in de richting gaan van iets wat je misschien zou kunnen uitwerken in een nieuw kunstwerk? Ja, je gaat nu allebei tegelijkertijd. Laat ik even beginnen bij Anke nu. Ja. 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 ja, op verschillende manieren eigenlijk. En ik heb nu ook... Ik ben de hele tijd aan het noteren geweest en ik heb van alles opgeschreven. Allemaal dingen die mij ja, keigoed gaan helpen, denk ik. Ik zal even zeggen, ik had vlak voor de quarantaine, toen ik nog niet wist dat dat ging gebeuren, had ik een loopstation gekocht. Dat is zo'n ding. Ja. En ik kan mijn props al klaar liggen. En dat is
Ja, ik ben dat even aan het uitbuiten, want dat kostte superveel geld en ik verdien nu helemaal geen geld even deze periode, of toch niet veel. Dus ik wil dat keigraag gebruiken. Ik wil iets maken, omdat dit gedicht, en dat is ook wat je daarnet voorlas, over de journalistieke, niet alleen het journalistieke van de woorden, maar ook de klank, de vorm daarvan, om dat een beetje te onderzoeken in soort van mijn eigen mond. Ik wil een geluidsstuk maken dat alleen maar mijn geluid bestaat, dat ik zelf met mijn, ja, ik weet niet, aangezicht, mijn mond, ja, creëer. Waar ik een aantal... ik heb iets met het woord verschansen al heel de tijd sinds ik die opdracht kreeg, omdat dat zo'n oorlogswoord is en omdat ik het gevoel heb dat ik zelf veel te lang, ik weet niet, verschanst ben geweest tussen mijn schouders of zoiets, en dat dat nu eindelijk aan het, ja, door deze periode, dat ik daar aan het uitkruipen ben. Ik vind die nacht en die eenzaamheid heel interessant. Alleen zal het bij mij ook het besmette dorp worden, denk ik. Ja. Ja, klanken, geluiden. Ook dat van objectief naar subjectief. Ik hoor nu ook in mijn hoofd dat in het begin een aantal woorden naar elkaar komen die aan het einde terugkomen in de andere volgorde, die dan iets anders betekenen. Allee, zo, ja, ik hoor van alles alvast. Daar gaat ongetwijfeld iets moois gebeuren in jouw hoofd. Nu dat ook nog uiten en dan... ja. Nog even opnemen en in een loop steken en dan komt het op. Ja, en dan... Maxime, hoe is dat bij jou? Ja. Ja, ik vind die eenzaamheid dus ook heel interessant. En ook de manier waarop... Ja, het idee van eenzaamheid en leegte. En hoe... Ja, hoe, I guess dat we nu allemaal heel veel aan het nadenken zijn, ook over leegte en over eenzaamheid en over of aanwezig zijn op straat of in de stad wel verantwoordelijk is. En dus dat ik daar denk ik bij ben begonnen, bij het gevoel dat de stad niet leeg genoeg is of dat elke persoon die in de stad aanwezig is veel meer gewicht heeft of veel meer ruimte inneemt dan hiervoor. En ik heb kort voordat ik dit heb gelezen, heb ik iets gelezen in de krant of zo of over de slipstream, wat ik alleen kende als een soort vaag literair begrip, maar wat blijkbaar een soort stroom is die uit je mond komt. En dat van, zeg maar, stofjes die je uitademt als je loopt of whatever, en dat het dan een reden is waarom je beter niet direct achter iemand kan lopen, maar schuin achter iemand. Dat soort. Dus het is een hele gekke soort kielzog of zo, een soort wake die je achter je, zoals bij een schip. Van kleine druppeltjes waar corona in kunnen zitten. En dat is dus tot nu toe waar ik veel over aan het nadenken ben, over kleine druppeltjes. En het concept van regen en het concept van een soort van giftige regen of zo. En die slipstream. En ja, dus ik denk dat een beetje tot nu toe de twee dingen zijn waar ik over aan nadenken ben. Dat idee van de... Wat was het nou? Ja, dat we allemaal een beetje agorafobisch zijn geworden. Ja. Ja, en mooi ook hoe je dan weer aansluit bij die kleine druppeltjes die in jouw geval dan weer helemaal niet zo lieflijk worden, hè? Nee. Heel dreigend. Ja. Ja, ook dat klinkt zeer veelbelovend. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Ja, ik wil jullie heel graag heel hartelijk danken voor jullie geweldige bijdrage vanavond. Ik zat een beetje met de schrik om mijn hart. Wat gaan we een uur lang doen over zo'n kort gedicht? Maar dat is allemaal omgevlogen. Geen enkele moeite om hier een uur lang over te praten. Dat is met heel veel dank aan jullie gelukt. Ik hoop een heel groot deel van jullie ook morgen weer te zien. Dan zijn Gaia en Frank er ook weer, want dat zijn de twee mensen die zich gaan ontfermen over Holle Haven. Ja, ik hoop een aantal van jullie ook weer terug te zien. Ik zal er in ieder geval zijn. Tot morgen, zou ik zeggen. Tot dan. Dag. Morgen.